Het Nationaal Leger heeft zijn agrarisch bedrijf, dat jaren terug al werd opgezet, nieuw leven ingeblazen. Hiermee wordt de zelfwerkzaamheid onder de militairen vergroot. Het is goedkoper, maar bovenal een stuk gezonder. Het Nationaal Leger speelt een belangrijke rol bij de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname. De belangrijkste doelstelling van het agrarisch bedrijf is te voorzien in de behoeften van de defensieorganisatie, oftewel de consumptiebehoeften van de defensieorganisatie, middels het ontplooien van landbouw- en veeteeltactiviteiten. De draad is opgepakt bij minister Latour en de huidige minister van Defensie, minister Benschop, heeft het thans voortgezet. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd in het Nationaal Leger. Vaak wordt de vraag gesteld, ja maar wat heeft de militair nou te zoeken bij landbouwactiviteiten? Als we kijken naar artikel 177 lid 1 van de grondwet, dan wordt het aangegeven, ja, het Nationaal Leger is belast met de verdediging van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Suriname. Echter hebben we niet slechts een defensieve taak, maar ook wel een ontwikkelingstaak. En dat is verankerd in de wet. Als we kijken naar artikel 3 van Wet op het Nationaal Leger, dan wordt het aangegeven, het Nationaal Leger verleent bijstand bij sociaal-economische activiteiten. Bij het voorbereiden en uitvoeren van sociaal-economische projecten. En u ziet het, er wordt hard gewerkt bij het agrarisch bedrijf. En Suriname is heel trots. Want op dit moment worden wij helemaal niet gesubsidieerd door de overheid. En dat is een fenomenale prestatie. Nou, we planten hier verschillende gewassen. We telen hier verschillende gewassen. Ook kweken. We kweken kippen. We hebben dus slagkippen, legkippen. Ook koeien hebben we, doksen en schapen. Dat is wat we dus momenteel kweken en telen. We hebben een nauwe samenwerking met het ministerie van LVV. Die was er dus vanaf het begin. Die dus zorgt ervoor dat de mannen worden getraind, landbouwtechnieken worden bijgebracht, maar ook het stukje van het kweken van de kippen, dat hebben we dus ook vanuit LVV. Deze regering, of althans die defensieorganisatie, streeft er naartoe dat wij zelfvoorzienend zijn. Ja? En wat we willen beogen of willen bereiken, of reeds hebben bereikt, is dat we dus met het zelf planten, het zelf kweken, dat wij de posten van het Nationaal Leger voornamelijk voorzien van vers en vleeswaren. Ja, en daarnaast ook hebben we dus ook donaties, instellingen die wij dus met goedkeuring natuurlijk van de minister, die wij dus doneren. Waarmee we dus nu bezig zijn binnen het bedrijf is om compost te maken, toch? Omdat wij in elk geval die kosten die wij uitgeven als defensie een beetje willen drukken. Toch? En als we zelf compost kunnen maken, is het natuurlijk altijd veel beter. Daarmee zijn we nu bezig. We zijn nu ook bezig om te kijken in hoeverre we planten onder andere ook marcousa. Dat we kunnen kijken als we dus kunnen gaan naar het maken van onze eigen stroop. Toch? Maar het is natuurlijk een proces dat we nog op papier moeten zetten. En dat hopelijk heel binnenkort wij dat in uitvoering kunnen brengen.